In het Airborne Museum in Oosterbeek werd vrijdag 30 maart een kunstwerk van Sophie Bouwmeester onthuld, een 17-jarige leerlinge van het Doornweert College in Doorwerth. Samen met 14 medeleerlingen schilderde Sophie Bouwmeester het schilderij Het Gevecht. Van het kunstwerk worden ansichtkaarten gemaakt. De opbrengst daarvan is voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Als u zo naar beneden gaat, dan zult u een heel groot schilderij aantreffen. Die is 3 meter breed en 1 meter hoog. Het schilderij hangt op een hele mooie muur. En u ziet zelf zo meteen waarom die kleuren hebben gekozen. Waarom die kleuren heel mooi uit. U ziet een persoon. En de persoon zit opgesloten in het schilderij. De blokjes die er omheen staan, die staan voor positiviteit en negativiteit. Zelf moet u zo denken welke blokjes staan voor de positiviteit en welke blokjes staan voor de negativiteit. Ik denk dat ik nu wel genoeg heb gezegd, dus iets maar dat we het nu gaan doen. Wat vind je van het resultaat? Ik ben er heel trots op. Ja, 14 leerlingen van deze school die hebben geholpen. En als een maatschappelijke stage. En zonder hun was het echt niet gelukt. Want die blokjes is niet te doen. We hebben het in een week gedaan. Dus het ging echt heel erg hard. Maar in welk kader was het? Waarvoor moest je eigenlijk een idee verzinnen? Voor de jonge gemeenteraad. Je moest een plan inleveren wat je wilde veranderen of wilde toevoegen aan de gemeente. En dan moest je over gaan debatteren. En het beste voorstel won. En dan kreeg je dan een subsidie voor €1500. En wat vind je van het resultaat? Ja, natuurlijk hartstikke gaaf. Het is heel leuk geworden en had niet verwacht dat het zo goed zou uitkomen. Hoe ben je bij dit project betrokken geraakt? Nou, Sophie had het dan gewonnen als gemeenteraad en haar begeleider, meneer Meeuwse, de leraar van onze school, die had aan mij gevraagd, zou je ook mee willen werken, want ik vind het wel iets voor jou. En ik zeg, ja natuurlijk, hartstikke leuk. Dus vandaar dat ik erbij ben betrokken. En hoe zijn jullie zo in samenwerking met het Airborne Museum gekomen? Nou, in mijn voorstel had ik gezegd dat het doel was vrijheid. En dat ik het daar dan ook wilde hangen. Omdat dat de manier is om vrijheid te tonen en om iets na te laten. Al vrij snel zei het Airborne Museum dat ze dat een ontzettend leuk idee vonden. Hebben ze er heel erg bij geholpen. En uiteindelijk komt er dan een schilderij uit. En dat is echt de mooiste manier om vrijheid te eren. En ja, daar ben ik wel heel trots op dat het is gelukt. U heeft gesproken met de leerlingen die het schilderij hebben gemaakt. Hoe zijn ze met u in contact gekomen? Dat is via het Airborne Museum gebeurd. Door mijn achtergrond, ik ben een ooggetuige van de Slag om Arnhem. Ik was 14 jaar toen dat gebeurde. En ben een aantal jaren geleden in contact gekomen met het Airborne Museum. Die hebben mij gevraagd of ik met name voor scholieren een verhaal kon vertellen over mijn belevenissen. De leerlingen die van het Doornweert College het voorstel hier gedaan hebben om een kunstwerk te maken voor het museum. Daar heeft de directeur toen gezegd van het lijkt me goed voor dat jullie daarmee beginnen. Mede ook gezien wat jullie denken uit te gaan beelden, dat je gesprek hebt met Jan Loos. Omdat die op basis van zijn belevenissen waarschijnlijk wel een voedingsbodem kan geven van hoe moet dat kunstwerk eruit gaan zien als het gaat over vrijheid, bevrijding, oorlog en wat iets meer zijn. Mag ik u vragen wat u van het resultaat vindt? Ik vind het verschrikkelijk mooi geworden. Je weet van tevoren niet wat het resultaat gaat worden. Maar het is op twee manieren heel erg geslaagd. Aan de ene kant vind ik het concept geweldig. Hoe ze vrijheid hebben verbeeld. Hoe ze betekenis hebben gegeven aan toch het positieve in mensen. Maar anderzijds is het gewoon ook ontzettend mooi geworden om naar te kijken. Dus het is niet zo van, als het maar in een donker hoekje wegstoppen. Nee, we zijn er echt buitengewoon blij mee.